Mijn naam is Ronald Dekker, ben directeur-eigenaar van Demaco Holland BV. Demaco, bedrijf wat ik in 1996 overgenomen heb van mijn vader, voor de volle 100%. Hij heeft het bedrijf opgericht in 1960, is begonnen met machinebouw, heeft daar later cryotechnologie aan toegevoegd. En ik ben zelf met die cryotechnologie verder gegaan en heb me daar volledig in gespecialiseerd vanaf 1996. Ik heb nog drie zusters, die waren weliswaar betrokken bij het bedrijf, maar niet werkzaam binnen het bedrijf. En het was voor mij een voorwaarde om het bedrijf dan in één keer wel voor de volle 100% over te nemen en niet in een familiebelang te blijven steken. Wij ontwikkelen en bouwen systemen voor vloeibaar gas. Nou, vloeibaar gas is extreem koud. Vloeibaar gas moet daardoor heel goed geïsoleerd worden. En dat doen wij middels vacuüm. Wat we hier zien, dat zijn apparaten die we bouwen voor Fermilab. Fermilab is een klant in Amerika. En vergelijkbaar met CERN in Genève. Die hebben ook een deeltjeversneller. De deeltjeversneller moet gecoeld worden met vloeibaar helium. En via deze unit injecteren we het helium vanuit die transferleidingen in de deeltjeversneller. Demaco heeft veel terugkerende klanten. Dat heeft vooral te maken met onze bedrijfsethos, de integriteit. Wij zeggen wat we gaan doen en we doen wat we gezegd hebben. En dat levert onze opdracht op.